transport en vervoer veroorzaken veel luchtvervuiling in Delft. In deze aflevering van Delft onderzoekt kijken wij naar de maatregelen die je als stad en regio kunt nemen om deze vervuiling aan te pakken. Nou, die scooters sprongen wel heel erg uit. Hè? Dus uiteindelijk wisten we wel dat tweewielers, en zeker die oudere variant, dat die relatief veel fijnstof uitstoten. Maar als je naar de plaatjes kijkt, dan is dat echt een hele opvallende outlier. En inderdaad, als je naar fijnstof kijkt, en dat is toch om echt een belangrijke stof waar het gaat om luchtkwaliteit en gezondheid, zou dat natuurlijk een goede maatregel zijn om te kijken of we die in ieder geval zo snel mogelijk zouden kunnen weren. We kunnen wel proberen de lokale vervuiling aan te pakken, de echte ergernissen. En dan moet je met de ergste ergernis beginnen. In mijn ogen zijn dat de scooters. De binnenstad met de scootertjes die daar veel rijden, dat mogen alleen nog elektrische scootertjes zijn. Dus dat is het beleid dat we kunnen inzetten om ook zelf te sturen. Nou ja, er zijn wel elektrische scooters, maar ik vind wel dat ze die dan wat goedkoper kunnen maken. Want ze zeggen wel elektrisch, maar die zijn dan onbetaalbaar. Er zit natuurlijk volgens mij een aardig prijsverschil in. Ik vind dit zelf ook wat mooier. Dus ik zou het lekker bij dit houden eigenlijk. Ja, het is eigenlijk al heel lang verboden om met een scooter in de autoluwe binnenstad, de autovrije binnenstad te rijden. Alleen er werd nooit gecontroleerd. Nou, het is niet zo dat je per scootertje bekijkt of die elektrisch had moeten zijn of niet. Maar als je in de binnenstad een ondernemer bent en je krijgt een vergunning voor scooters, dan krijg je nu alleen maar een vergunning voor elektrische scooters. En dan heeft zo'n ondernemer ook elektrische scooters. Hij kan geen benzinescootertjes aanschaffen als je een vergunning voor elektrisch hebt. Maar het is wel een uitfasering. Hè. Degene die nog een oude vergunning hadden, die konden nog met op die oude vergunning nog oude brommertjes hebben. Dat is dus weer het gemene. Kijk, dat is hoe de gemeente werkt met grote koppen van ja, de scooters is verboden. Maar ondertussen hebben we de ondernemers, de couriers, de pizzacouriers, de kebab, noem maar op allemaal. Die hebben 5 jaar ontheffing gegeven om hun leasecontract zogenaamd af te maken. Dus die hebben allemaal ontheffing gekregen. En omdat het dan weer oneerlijk is voor de ondernemers aan de rand van de binnenstad, die hebben ook weer ontheffing gekregen. Dus de hele binnenstad, vooral de goedkopere zaken, die rijden allemaal nog maar met scooters. Ja, we moeten dat gewoon verbieden. Het is ook op fietspaden. Op fietspaden het past niet meer in de stad. Doe alles lekker elektrisch. Geen emissie. Daar moeten we vanaf. En wordt dat wel een mogelijkheid in de toekomst? Nee, dat kan niet zomaar, want daar moet wel een wettelijke basis voor zijn. Hè. De gemeenten mogen niet zomaar allemaal eigen regels afspreken, al zou je dat soms wel eens willen. Naast mobiliteit zie je dat ook in de bouw nog flinke uitstoot is. In Delft gaat behoorlijk wat gebouwd worden, want de stad gaat flink groeien. Wat kunnen jullie daar al over analyseren? Wat is daar te zeggen? Ja, wat het voor luchtkwaliteit doet, is lastig te zeggen. Het zijn natuurlijk vaak voertuigen, een beetje bijzondere voertuigen, die ook op een bijzondere manier gebruikt worden. Vaak stationair draaien en vreemde belastingspatronen hebben, zeg maar. Over hijskranen hebben we het dan bijvoorbeeld, of vorkheftrucks. Dat zijn echt mobiele machines die daar worden ingezet. Dit soort bouwprojecten, als ze achter mij te zien is, dat zijn ook vaak bronnen van vervuiling. En dat weten we ook, hè. Vooral die werktuigen, die mobiele werktuigen, zoals dat dan zo mooi heet, die stoten vaak nog behoorlijk wat uit, omdat dat toch vaak op dieselgeneratoren werkt. We moeten bouwen. Mensen moeten in huizen wonen. Dat is veel belangrijker dan denk ik. We kunnen natuurlijk niet bouwen zonder overlast. Bij bouwplaatsen proberen we zoveel mogelijk te stimuleren dat de bouwers daar met zoveel mogelijk elektrische varianten van hun werktuigen werken. Het is wel zo dat het vrij lastig is, lijkt nu, om die voertuigen bijvoorbeeld te elektrificeren. Dus als we kijken naar de totale bijdrage die een bouwproject heeft op de totale uitstoot in Delft, dan zal de bijdrage van bouwprojecten relatief beperkt zijn. Voor stikstofoxide is het belangrijk bijvoorbeeld om een zero-emissiezone in te voeren. Daar wordt ook over verschillende steden over nagedacht in Nederland. Wat is een zero-emissiezone precies? Dat is een Engelse kreet. Dat is ik kan het ook een nul-emissiezone noemen. Komt op hetzelfde neer. Het gaat erom dat je dan een bepaald gebied van de stad afbakent en afsluit eigenlijk voor een bepaald type voertuigen. Zo zijn we ook aangesloten bij de Zero Emission Stadslogistiek. Bepaalt dat we in 2025 in de binnenstad uit de logistiek geen uitstoot meer willen hebben. En dat geldt voor de vrachtwagens, de boten en de scooters.
Voor de binnenstad zijn dat in hoofdzaak de vrachtauto's. Ja, de busjes en de vrachtauto's. Die willen we dus daar dan of elektrisch hebben of op de fiets. Dat zullen de voornaamste alternatieven zijn. En hoe reageren ondernemers daarop? Want de vrachtwagens, daar investeer je vaak in voor nou, zeg 10, 15 jaar. Ja, maar dat klopt. Maar dit is natuurlijk geen nieuw beleid. Sterker nog, ik hoor al 25 jaar dat een vrachtauto in geïnvesteerd is. Precies, dus je ziet dat het elke keer wel schoner wordt. En men weet dat dit het beleid is. Dus men weet ook nu al, en we doen in deze Green Deal al een tijdje mee, dat dit in 2025 hier het geval is. En hebben ook nog een kleine deel, echt het autoluw gebied in de binnenstad. En daar is het natuurlijk helemaal geen uitstoot. Het voelt toch een beetje alsof de autogebruiker in Delft wordt weggepest. Ten opzichte om het milieu goed te krijgen. Nou, dat denk ik toch niet. Want een autoluwgebied, de binnenstad is gewoon niet gebouwd op de auto's. Die zijn er inmiddels wel gekomen. Maar een autovrije straat is niet alleen maar betere luchtkwaliteit, maar er is ook ruimte voor groen, ruimte voor spelende kinderen. En als dat betekent dat bewoners dan wel iets langer, zeg maar, de auto niet meer direct voor de deur kunnen zetten, maar in een parkeergarage, denk ik dat ook bewoners juist door die kwaliteitsslag van hun straat daar wel degelijk ook de vruchten van plukken. Ja, wij hebben een ander beleid. De gemeente dwingt autobezitters met hoge prijzen, eigenlijk indirect willen ze dat mensen dan de auto niet meer nemen. Maar dat werkt niet, want we zien nu overal aan de randen van de binnenstad, de binnenstadsbewoners, die mogen geen tweede vergunning hebben. Wat zie je nou? De tweede auto, die wordt in andere wijken gezet. Zoals in de Delftse Hout staat het vol, langs de Schierweg. Bij het Sportfondsenbad staat het ook vol met auto's, tweede auto's van mensen uit de binnenstad, waar ze niet hoeven te betalen. Dat is beleid wat niet werkt. Wij zijn voor een uitsterfbeleid, dus dat mensen die komen wonen in de binnenstad, die krijgen geen vergunning meer. Veel vervoer is ook een beetje in de regio, of zelfs in de stad. Hoe zou je daar kunnen stimuleren dat mensen uit de auto gaan en op een andere manier zich voor aan verplaatsen? Ik denk dat je moet gaan kiezen voor een mix. Dus je zou scooters of fietsen, elektrische fietsen, alles wat sneller gaat, zou je gewoon op de rijweg moeten doen. Dus je moet veel meer de auto tussen het langzame verkeer zetten, dat auto's het idee krijgen van het heeft weinig zin. Ik moet mijn auto nog parkeren, ik kan beter met de elektrische fiets gaan of met een bakfiets. Met een ander vervoermiddel of een elektrische step, noem maar op. Dus je zou veel meer die auto terug moeten dringen uit de stad. Ik denk dat je mensen kan verleiden om de fiets te pakken door er gewoon voor te zorgen dat die fietspaden goed, breed, veilig zijn. Het is lastig om te zeggen dat iemand met de fiets moet. Maar ik denk dat op het moment wat je wel als gemeente in de hand hebt, is er gewoon voor zorgen dat de infrastructuur goed is. En dan zullen de fietsers ook volgen. Hetzelfde geldt voor OV-verbindingen. Op het moment dat die er gewoon goed zijn, goed liggen, dan zullen mensen er ook gebruik van maken. Het is zo dat dat gaat over 30 kilometer in de bebouwde kom. Het is zo dat in Den Haag, in de Tweede Kamer, is er al een wet aangenomen die zegt van ja, in Nederland willen we in principe overal in de bebouwde kom 30 kilometer. Maar we laten aan de gemeentes hoe snel ze dat willen uitvoeren. Ik ben ervoor om dat zo snel mogelijk uit te voeren. Kijk, als je een auto neemt, ga je iets ver, ga je verder. Dan ga je 10, 20 kilometer rijden. Nou, die 1 of 2 kilometer die je in de stad rijdt, of je nou 30 rijdt of 50, dat is flauwekul, want dat maakt niks uit op je tijd. Dus heel de stad 30 sowieso. Dat is geen punt. Wanneer zou u blij zijn als het gaat om luchtkwaliteit? Nou, als de daling die er al jarenlang gaande is, blijft dalen. Misschien iets minder snel als in het begin, want als je heel vies bent kun je natuurlijk sneller dalen. Dus de daling zal wel langzamer gaan, maar toch absoluut hopelijk niet meer omhoog gaat. Dus als we echt blijven dalen, dan ben ik tevreden. En als die daling dan de mogelijkheid heeft om in 2030 de doelstelling te halen die we hebben met het Schone Luchtakkoord, dan ben ik heel tevreden.